Yo jongens en meisjes, mijn naam is Acuria Gaming en welkom terug bij een nieuwe KAS Open Carrière Mode. De vorige aflevering hebben we het, ja, ik vind het nog redelijk goed gedaan. We hebben 1-1 gespeeld tegen Genk, we hebben 0-1 verloren tegen Antwerpen en we hebben 2-6 gewonnen van Mechelen. Deze aflevering moeten we tegen Cercle Brugge, moeten we tegen KV Kortrijk en moeten we tegen KA Gent. Dat gaat ook nog een pikker worden, maar normaal is Cercle en Kortrijk wel evenwaardige ploegen. En zeker Cercle, Kortrijk kan misschien wel iets beter zijn, maar dat zei ik van Mechelen ook natuurlijk. De trainingen. Ik heb ondervonden. Moest ik nu de 3 trainingen doen en ik heb daar alle 3 een A op, dan moet ik de rest van die dingen gewoon simuleren, want dan halen ze automatisch een A. Dus ik ga ze nu doen. Ik ga het er wel uitknippen, want ja, trainingen is niet echt heel interessant. Dus let's go. Oké, ik heb een A, A en een B. Een B is ook goed voor mij. Dan moet ik ze toch allemaal al meer doen. Ik hoop dat ik die andere nog... dat ook geen... kijk oefeningen zijn, want ik haat die trainingen echt zo zwaar. Verzamel de trofeeën, pas naartoe het onderschepper. Ja, let's go hè, mannen! Oké, de eerste heb ik een D en dan voor de rest B, B. Ja, dat is een kok-akkoord. Nee, en zeker die D. Verzamel trofee, daar kan ik nu dus niks van, hè. Oké, en dan moeten we nu tegen Cercle Brugge. Ik weet niet hoeveel ze staan 11 in de stand. Ze hebben de laatste wedstrijd 1-1 gespeeld tegen Sint-Truiden. Ja, dat is toch een mooie ding. Aangezien dat Sint-Truiden op de 8e positie staat, is dat niet echt heel slecht gedaan van Cercle. Alleen, ze spelen in het wit. En daar ben ik niet echt heel blij mee, want wij spelen thuis ook in het wit. Waarom heeft eigenlijk Cercle een alternatief en andere topploegen hebben dan niet alleen Cercle? dan spelen ze maar een zwarte, al ja, hè. Ga ik nog iets aan mijn teammanagement doen? Ik denk dat ik wel Kylian Hazard tegen een ex-ploeg ga laten spelen. Eens zien hoe dat gaat uitpakken. En voor de rest gaat er eigenlijk niet veel veranderen, dus let's go, ik heb er zin in. The man to watch. Up against his former club, will he make an impact? Live on EA TV. Welcome everyone on the perfect night for football with the floodlights beaming down. I'm Derek Ray, and joining me for commentary is Lee Dixon. And what we have coming up for you is live action from the Pro League. Open, amazing on Cercle Brugge. Yeah, thanks Derek. High advice to the players out there. He's trying to get off to a quick start. Be accountable for your own performance. But above all, go out and enjoy yourself. Should be a great game. Quite a lot of discussion about him prior to this game, playing against his own club. And I wonder what's going through his mind, Lee. Well, Derek, whilst the occasion for him is a nice one, and there'll be lots of smiling faces surrounding you, initial 11 today for the hosts. The wing backs are going to be crucial in this setup. You've played in that position, Lee. Yeah, I didn't really like it, and we always thought when we were playing against 5 at the back with the wing back. Maar ik blijf dat echt raar vinden dat 4-4-2 gewoon niet verandert. Dat is 4-3-3, maar dat is totaal geen 4-3-3 opstelling dat ze laten zien. Hè. Het is Vitinho en Hazard die tegen een ex-ploeg spelen. De hele linker flank is gewoon tegen een ex-ploeg. Dat ze tegen een ex-ploeg moeten spelen. Voor de rest, ja, ik ken niet echt heel veel van Cercle Brugge. Alleen Lopez is wel redelijk goed. Voor de rest is eigenlijk een Voltage, denk ik dat je het noemt, als je zo uitspreekt. Die is ook nog redelijk goed. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon, ja. Gewoon.
hoe dat moet, hoe dat moet zijn, de cirkel. Gewoon een matige voetballer. Ik heb er alle respect voor cirkelen hoor. Daar niet van. Maar ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. En dan hier de aanval? Nee. Nou, ik toch liever een foutje gehad, want Prebeljak ligt geblesseerd. Ai, ai. Nee, dat gaan we toch niet menen dat we nu al een blessure moeten meemaken met onze topspitsen. Hij ligt er nog altijd, hè. Ja, het is klaar. Het is klaar. Prebeljak ligt er maanden uit. Ja. Het is klaar. En de transferperiode is gedaan, hè. Ja, dat is genaaid. Koné gaat daar dan maar invallen, maar ja. Jammer. Ik hoop dat het meevalt. En ik hoop dat we maar een paar matchjes moeten missen, maar... Je ziet het nu al. Oh. Het is te hopen dat het meevalt, maar ik vrees ervoor. Ik denk dat maanden gaat uit zijn. En een mooie diepe pas naar Kylian Hazard. Hier moet hij zin zitten. Een schot en de save van de keeper. Ai, ai. Het was ook wel te laag, vind ik. Ik had hem liever zo in de pin verwacht, maar... Alleen in de winkel haak, maar schiet laag. De corner. Daar zijn we ook niet echt een krak in. Ja, ik vrees er echt voor Prebeljak. Echt heel jammer. Maar wie gaat er nu zo schieten met... Allee, man. Foefke, doe je nu? En Lopez is weg, hoor. Lopez is weg. Dat is niet van de traagste. Ik heb gezegd, daar moeten we voor oplassen. Allee, hij is toch goed. Maar zijn voorzet is dan wel heel zwak. Dat is dan wel iets jammer. Allee. Roberto naar Leverkusen. Wat? Wat? Wow, heeft Leverkusen zoveel geld? Koné, mooie bal naar Hazard. Hazard, Koné. Carcelo González. Carcelo doet het, maar een zwak schot. Kylian Hazard. Mooi. De laatste minuten van de eerste helft zijn we toch de baas. Maar Moussona, wat een schot was dat. Ja, 0-0, ja. We hebben 3 goede kansen gehad. Ik denk, moest het met Prebeljak... moest Prebeljak niet geblesseerd zijn, denk ik dat het wel redelijk goed ging. Dat we misschien wel een goaltje hadden geprikt. Maar ja, jammer. De andere wedstrijden is bij de rust. Sint-Truiden, KV Kortrijk 0-0. En Standaard Luik, RSC Anderlecht 0-2. En na een kwartier spelen staat Club Brugge 1-0 voor tegen Beerschot. Ja, wij moeten eigenlijk ook winnen. Willen wij onze eerste plaats toch nog willen behouden. Maar het gaat heel moeilijk zijn. En zeker na de blessure van onze topspits. Kylian Hazard. Carcelo González, en ik zag hem erin gaan eigenlijk. Oh. Ja, ik dacht echt dat hem erin zat. Maar nee, na 50 minuten was weer al een kans op de 1-0. Maar gaat ernaast. En hier is een kans voor Cercle Brugge, maar wij kunnen goed verdedigen. En het is nog de fout tegen. Dus er is niks aan de hand. Boffey. Ik kan nog even met een gerust hartje voetballen. Hazard, die veel aanspeelbaar is deze ex-club. Maar we doen er niks mee. We kunnen er ook gewoon niks mee doen, want Cercle smijt gewoon alles dicht van achter. En dan gaan ze nog mee, met z'n alles meer, toch meer veel mee naar voren. Want hier is Cercle aan. Cercle kan een kans maken, maar goed verdedigd van Adriano. Na 61 minuten is het nog altijd 0-0. Dus let's go. Wij gaan Emensha erin zetten voor Moussona. En we gaan Ngoy voor Carcelo González erin zetten. Misschien een domme keuze. Maar ik vind dat Hazard deze wedstrijd echt wel heel goed aan het spelen is. Dus we laten die gewoon een hele wedstrijd spelen. Tegen zijn ex-club, dat is ook wel heel mooi. En dan hoop ik dat we toch met die wissels een paar goals kunnen binnenprikken. Koné? Oh, hier was wel een klein foutje, denk ik. Maar de scheids laat doorspelen. En Ngoy. Koné. Naar Emensha. Emensha! Nee! Er ook naast!
Wat is dit allemaal? We verspelen de kansen. Ah, ja, het is misschien ook wel een slechte keuze dat ik hem in de pin wou trappen. Ik moest hem eigenlijk laag over de grond shotten, denk ik. Maar ja, het is gewoon, de druk wordt nu wel redelijk veel. Tegen Cercle nog altijd 0-0 staan. Na 67 minuten is het wel redelijk kek. En Goy. Naar een mensje. Een mensje. Naar Kylian Hazard. En Hazard! Nee! Ook niet! Hij mag zijn goal niet maken tegen zijn ex-club. Oh. Coné was buitenspel, dus Hazard moest hem nemen. Maar daarnaast, na 72 minuten, is het nog altijd 0-0. En het moest eigenlijk wel veel meer zijn. Cercle doet nog een wissel. En wij gaan toch nog hopen op een kansje. Peters, goede bal naar Ngoy. Ngoy is het. En Ngoy maakt de 1-0. Jawel. Het is er. Yes. Ja, mooi. En Goy maakt hem dan toch. 1-0 na 78 minuten. Let's go. Dit moeten we volhouden. En dan staan we normaal gezien nog wel altijd op de eerste plaats. Normaal gezien, want we stonden nog eerst met 2 punten. Coné. Oh. Maar we mogen het nog altijd niet uit handen geven natuurlijk. Hazard. Mooie tackle. Gaat hij Coné wel lanceren? Natuurlijk. Coné is weg. Coné geeft een lage voorzet en een goal. Jawel, met de tweede van de avond. 2-0. Cercle is uitgeteld. Ja, 2-0 na 89 minuten. Het is gespeeld. Ja, ze gaan er ook niet in één keer random 10 minuten bij doen. Het is 3 minuten extra tijd. En ja, ze kunnen nog wel één keer tegenscoren. Want ze hebben nu de kans. Gaan ze het ook doen? Gaan ze eigenlijk überhaupt de voorzet wel kunnen geven? Want Adriano staat wel uitstekend te verdedigen. En ze fluiten af. 2-0 tegen Cercle Brugge. We pakken de 3 punten. Lekker. En we zullen eens zien wat dat de interviewers te zeggen hebben of te vragen hebben natuurlijk. Welke gevolgen heeft de blessure van Preveljak voor de samenstelling van je selectie? Het wordt niet makkelijk natuurlijk, want hij is natuurlijk onze topspits. Ja, hij maakt de goals. Maar we hebben gezien dat Ngoy ze ook kan maken, dus let's go. Een indrukwekkende wedstrijd van Ngoy vandaag. Wat is je reactie? Al met al een fantastische prestatie. Een indrukwekkende prestatie van Ngoy. Ja, kijk, als ik deze pak... Ja, ik ga deze sowieso niet pakken, want dat is een beetje grof. Maar kijk, als ik deze pak, dan feliciteer ik eigenlijk heel het team. En ik heb er eigenlijk maar 3 bovenuit gezien. En dat is Adriano, Hazard en Ngoy. Ja, natuurlijk Ngoy. Dus ja, ik ga gewoon een indrukwekkende prestatie van Ngoy doen. Meer kan ik niet zeggen. Heb je er altijd in geloofd dat jullie de wedstrijd van vandaag zouden winnen? We hebben heel goed verdedigd en hadden zo'n streepje voor. Dat is ook waar. We hebben gewonnen, maar we hebben niet goed gespeeld vandaag. Dat is niet waar. En alle jongens waren volledig toegewijd aan hun taak. Niet alle jongens, maar ik ga gewoon... We hebben heel goed verdedigd. En ja... Meer kan ik niet zeggen. De aanval was nadat Ngoy erop kwam heel goed. En de aanval was heel goed, de hele wedstrijd. Maar ze konden gewoon hun kantjes niet afmaken. En ja... En hier, Gnaka... Heeft iets te zeggen. Coach, ik kan hier niet over liegen. Ik was bezorgd dat je plannen had om mij te vervangen. Ik voelde me gewoon een beetje bedreigd door de nieuwe gezichten die bij de club zijn gearriveerd. Door alle verhalen die ik in de pers heb gelezen, bedankt voor de opheldering. Ik verwacht geweldige prestaties. Je bent fantastisch bezig. Krijg het gewoon niet te hoog in je bol. Want als je dat krijgt, dan speelt je gewoon niet.
Oh my god. Pruljak is 7 maanden eruit. Dat is zo eigenlijk heel het seizoen. Bijna heel het seizoen, denk ik. Want ja, als we playoffs gaan spelen. Of dat is gewoon heel het seizoen. Dat is gewoon met playoffs bij ook nog, denk ik. Dan, ja. Hebben we echt een probleem. Dan ga ik naar mijn team kijken en dan weet ik dat ik sowieso Kone op de eerste plaats zet. Want ja, hij is ook geen slechte spits. Alleen dat hem vandaag, alleen dat hem tegen Cercle niet echt een goaltje kon meeprikken. Maar dan hebben we nog Mbalo. Hij is wel heel snel. Maar ja, dat is dan ook, denk ik. Lenigheid is hem ook. Sprintsnelheid is echt wel heel goed. Visie ook. Hij is misschien iets beter als Pruvljak. Maar zijn afmaken is wel heel slecht. Dus ja, zou ik een vrije speler, want er zijn eigenlijk wel redelijke goede vrije spelers beschikbaar, dat ik een contractje kan geven en gewoon direct kan gebruiken. Dus ja, moet ik er een vrije speler gaan halen? Ja of nee? Laat zeker achter in de reacties. Moet ik dit ook nog allemaal doen? Ja, nee, dat ga ik niet. Dat ga ik allemaal niet doen. Geen zin in. Oa Leuven heeft met 1-0 gewonnen tegen Waasland Beveren. Moes Kroen heeft 1-1 tegen Gent gespeeld. KV Mechelen verliest met 1-2 van Zulte Waregem. Wij winnen met 2-0 van Cercle Brugge. STVV speelt 0-0 tegen KV Kortrijk. Standaard RSC Anderlecht is 3-1 geworden. De topper, de Classico. Hopla. Club Brugge, Beerschot 3-0. Charleroi Kaarsen Genk 0-4. En KV Oostende Antwerpen 0-1. En zo blijven wij met 2 punten voor Brugge en met 4 punten voor Kaarsen Genk. Moes Kroen gaat wel, denk ik, afzakken. Want ja, ze staan gelijk met Antwerpen en 2 punten voor Anderlecht. Moes Kroen gaat fouten maken. Maar ik ga ook wel eerlijk toegeven, wij gaan ook nog fouten maken. Want we moeten dan nog sowieso tegen Kortrijk en dan sowieso nog tegen Gent. Maar dan moeten we de volgende aflevering moeten we tegen Anderlecht. En ja... Dat gaat ook nog pijn zijn. En dan de volgende aflevering is nog erger. Want dan is het tegen Brugge. En Standaard. Dus ja. Dat gaat nog pijnlijk zijn. Ja, we gaan nu tegen Kortrijk. En hopelijk pakken we de 3 punten. Lekker mee. En ik denk dat ik Hazard dan toch maar terug opstel eigenlijk. Want hij was echt heel goed tegen Cercle Brugge. Voor de rest is het... Jammer genoeg kon hij in de spits in plaats van Pruvljak. Maar ja, dat is het leven natuurlijk. Good evening on what is, I regret to have to report, a pretty unpleasant night. The rain has been lashing down here. My name is Derek Ray. Running in the commentary position is the Arsenal midfielder Roy Dixon. And on the way, live Pro League action. Derek, everything we do on a football pitch is all based around goals. Keeping them out, that was my job, a bit boring, I'll give you that. And scoring them. And boy, the top scorers, they very rarely let you down. I'm sure we're in for a load more today. Should be a goal fest. Lineup then for the hosts. Wing backs are important in this setup. Did you enjoy your experience of playing at wing? Ja, ik denk dat wij Pruvljak toch gaan vervangen. Denk ik dan. Want we hebben weer al een KS tenue aan. Man. Ja, zie, we staan daar ook gewoon links van onder. En ja, dit is onze opstelling, maar dat wisten we wel. En ja, het is niet de opstelling dat daarop op de dingen staat, want we spelen niet met 2 spitsen, maar we spelen met 1 spits eigenlijk. En Castelo González en Hazard pakken de flankje, maar ja,
Sorry voor de, nieuwe kijkers onder ons. Maar jullie zullen het ook wel doorhebben dat we niet met die opstelling spelen. En laten we Kortrijk gewoon maar in de pan hakken, zoals cirkelen, maar dan liefst onze kansen direct afmaken. Ja, Conné. Als hij hem nu uitspeelt en met zijn linker en nee. Hij is ook rechts, dus ja, zijn linker is dan ook wel wat zwakker. Maar het was wel een hele mooie kans. Ja, meer kan ik niet zeggen. Mooie save van de keeper ook. En ik ga hem toch nog eens proberen voor te zetten. Maar dat is een slecht idee. Hazard met de afstandsschot. En de save van de keeper. Mooi. Mooi wel. Dat is wel een heel mooi afstandsschot. Ja. Meestal gaan ze echt heel ver. Ofwel worden ze geblokt. Maar deze was echt wel mooi op doen. Amat. Ja. Als rugby was geweest misschien wel, maar ja, dat zit er niet in. Poulet gaat gewoon terug. Waarom heb ik Poulet nog vast als mannetje? En dan is hier de lange bal. Gaat Kortrijk een voorzet kunnen geven? Nee. Hij had hem bijna, maar niet helemaal. Wie is Silva? Ja, speelt hij bij Kortrijk nu? Welke positie dan? Vraag ik me af. Ik heb eigenlijk niet opgelet op de opstelling van Kortrijk. Dus. Coutinho, mooi naar Conné. Conné, maar wat doe je nu? Ik duw hem nog niet eens op kruisje. Ofwel heel per ongeluk. Oh, we hebben hem nog. Conné. Conné, sorry. Ik moest die grap wel eens maken. Maar voorlangs. Ja, we laten wel zien dat wij toch ons nieuw gaan laten doen. Na 16 minuten hebben we toch wel 3 roze kansen gekregen. Want ik vind eigenlijk dat die kans van Hazard, die afstandsschot, ook wel een roze kans was. Maar ja, ze moeten er ook natuurlijk in. Het kon nu al gemakkelijk 3-0 zijn. Allee, 0-3. Maar ja, we doen het niet. Maar hier is Kortrijk. Maar nee, Boffet, dat was gewoon een gemakkelijke bal. Hey, Refke. En jong, hoe zit het? Gaat het nog fluiten of niet? Allee, dat was toch een foutje. En dat was een heel slechte paal van Moussona. Mooi van Kools. Conné met de voorzet. Maar hij gaat te hard. Maar Hazard heeft hem nog. Hazard naar Moussona. Moussona naar Conné. Conné kapt af. Conné geeft hem naar Moussona. Moussona met schot en de blok. Jammer. Maar Adriano kan nog onderscheppen. Dus de aanval is nog altijd niet gedaan. Conné. Wegdraaien, trappen en erover. Natuurlijk. Na 32 minuten is het nog altijd 0-0. Oh, hier is een kans. Hier is een kans voor Kortrijk. De bal gaat veel te hard. Maar ze hebben hem nog. En hier zijn ze terug. Oh. Ze mogen schieten. Nee, Amat blokt hem 2 keer. Oh, heel goed, Amat. Heel goed gedaan. Een 1-2'tje met Carcelo González. Gaan we nu tegen aanvallen? Nee, Carcelo González verliest hem door mijn eigen stomme fout. We gaan rusten met 0-0. Weer al. Dat was tegen Cercle ook. Ik vind dat we onze kansen meer moeten gaan afwerken. Ja, meer is niet. Bij de andere wedstrijden is het KA Gent, Centraude 1-1, Cercle Brugge, Sporting Charleroi 0-2. Die staan dus al wel 0-2 voor, voor de rust. En Antwerp, KV Mechelen is nog altijd 0-0 na 15 minuten. Ja, bij ons is het na 45 minuten ook nog altijd 0-0. Dus ja, laten we de tweede helft maar gewoon beginnen. Heel die rechterflank ligt open, boys. Rustig, hè. Ai, Adriano. Goed. Hij maakt dus een foutje heel goed. Soleimani. En de onderschepping van Adriano. De corner ook dan. De fans hebben niet veel te cheer over, hebben ze? Maar een goal hier zou groot zijn. McKenzie met de corner.
En oh, de save van Buffet, maar de rebound. En hij gaat erover. Na 53 minuten blijft het nog altijd 0-0. Lopois. Ja, het wel een ferme kans. Okensi gaat eruit voor weet ik veel wie. Het gaat er nu opkomen voor Kusk. En ai ai, Amaat met de slechte bal. En de voorzet. En Kortrijk maakt hem. Dat is een heel stomme fout van mij. Oh. Here's the replay, and Derek, if you get caught on the ball there, you should be fined a week's wages. It's terrible, and he's punished. Some explaining to be done to his coach, I feel. Shit. Waar wij tegen Cercle Brugge misschien de chance hebben, het geluk tegen hebben gehad, dat we geen tegengoal tegen gehad hebben, dat krijgen we hier nu wel, dus ja. Gaan we dit nog allemaal goed maken? Het is na 56 minuten wel nog altijd 0-1. Dus we kunnen het nog altijd wel heel goed maken. Maar ja, dan moeten we toch nu ferm gaan doordoen eigenlijk. Ik ga Mbalo en Mensa er laten inkomen. Want Kone is toch... Oh, mooi. Is ja, is op. Of toch bijna op. En ja, het hangt er vanaf dat de bal nog buiten gaat of niet. Want meestal... Ik heb soms al gehad dat de bal niet meer buiten ging tot aan het einde. Dus mijn wissels zijn dan nooit ingekomen. En Boyo met de mooie bal naar Kusk. Gaan ze de 2-0 binnen prikken? Nee. Maar ze konden wel voor Rens fluiten. Want Coutinho pakt hem duidelijk met de handen mee. En ik ga Ngoy voor Hazard inzetten. Ik ga eens zien hoe dat hem is op de linkerflank. Misschien dat hem daar ook heel goed is. Hè? Want daar speelt hem normaal gezien. En dan is hier Mboyo met schot. En de corner na 69 minuten. Ja, nu moeten we echt wel gaan beginnen. Ja, mijn drie wissels zijn direct op. Dus als we nu een blessure hebben, hebben we helemaal pech. Maar ik wil gewoon de drie punten. Ik wil niet mijn eerste plaats deze aflevering verliezen. We hebben zelfs ook nog een moeilijke opgave tegen Gent. Ze fluiten voor Gent natuurlijk. Geen penalty, maar wel een vrije trap. Maar dat is wel een kans voor te counteren. Moesten we de bal kunnen onderscheppen. En die kunnen we onderscheppen. Adriano. Vitinho. Ja. Waarom twee verdedigers van voor? Garcelle González. Mbalo. Jij hebt wel de snelheid, hè. Mbalo. Naar Coles. Coles. Oh, net over. Net over. Oh, 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 oh. Hij viel net te laat. Hij viel net te laat. Of ja. Hij zat erin. En dan was terug 1-1. In plaats van 1-0. Peters kan Carcelo González diep sturen. Maar het is te hard. En de keeper heeft hem. Moest dat nu Ngoy zijn, denk ik wel. Of Hazard misschien nog. Dan denk ik wel dat ze hem hadden. Maar Carcelo González is ook wel... Zijn kaart is ook uit. Mbalo. Coles. En Mensa. Carcelo González. Kan afkappen. Kan schieten. En jawel, de 1-1 is binnen na 83 minuten. Kunnen we nog winnen? De kans is klein, maar het kan gebeuren. Ja, echt mooi gedaan van Carcelo González. Mooi naar binnen gaan, dan afkappen en terug naar binnen gaan. En dan bam. Mooi. Heel mooi. 1-1. Let's go. Carcelo González kan Mbalo diep sturen. Mbalo kan 1-op-1 op de keeper. Gaat hem afmaken? Nee. Nee, hij maakt hem niet af. In de toegevoegde tijd. Oh, Leon. Denk je dat Pruvljak het team vandaag aan een overwinning had kunnen helpen? Inderdaad, ja. Maar we kunnen niet alles van hem laten afhangen. Dat is ook wel waar. Op team focussen, niet op individuen. Het moet beter. Het moet gewoon beter. We konden eigenlijk gemakkelijk 3-0 voorgestaan hebben. Of toch sowieso 2-0 voorgestaan hebben voor de rust. Verwachtte jij bij rust een gelijk spel? Ja, ik verwachtte minimaal een punt. Ik ben bezorgd over hoe we spelen. Eigenlijk had ik een zege verwacht. Eigenlijk had ik wel een zege verwacht, maar dan gaan mijn punten bij open naar beneden.
ja, ik ga het gewoon doen. Ik ben teleurgesteld dat we die gelijk maken. Ja, we konden echt nog winnen als Mbalo zijn dingen had gemaakt, hè. Zijn kans. Een zwaar bevochten wedstrijd. Wat vond je ervan? Twee sterke defensies. Ik begrijp de frustraties van het team. We hadden moeten winnen. It's the simplest. We moesten winnen. We zijn de eerste plaats gewoon kwijt. Dat weet ik nu al. We gaan nu niet verder zakken dan misschien de derde plaats. Maar ja. Of we blijven eerst. We blijven wel eerst. Dus toch, we blijven eerst. Dat is heel goed. De andere ploegen hebben... Oké, RSC Anderlecht Mouscron 2-1. Zulte Waregem Club Brugge 0-2. Cercle Brugge Charleroi 0-3. KA Gent STVV 2-2. KV Kortrijk Eupen 1-1. Antwerp Mechelen 0-1. Beveren Standaar 1-2. Beerschot OA Leuven 0-3. En Kaarsen Genk KV Oostende 4-1. Wij blijven wel eerst eens met de gelijke punten met Brugge. En we staan alle twee punten voor op Genk en 5 voor op Anderlecht. Ja, ik zeg het. Mouscron ging punten verliezen. Ze gingen lager gaan. En wij gaan dat ook nog meemaken. Oké, ja, het is nu wel. Gent staat 13 dus. Heb ik net gezien. Dus, oh, ik weet het allemaal niet eigenlijk. Oh, het is zo... Ik hoop natuurlijk dat wij de 3 punten gaan pakken. Dat is noods 1 punt, zoals tegen Genk. Maar het gaat toch moeilijk worden, dat weet ik nu al. Dus let's go, laten we beginnen. En Castro Montes heeft een verleden bij Open gehad. Dus het is voor hem een speciale wedstrijd. Dus let's go. I was always nervous at the start of games. It's important you get your first pass off to your colleague, maybe get a good tackle in, settle the nerves down. Looking forward to a good game here. Het is heel spannend. Meer heb ik eruit moeten zeggen. Ik heb het gevoel dat wij eigenlijk echt de boot in gaan, want Gent is echt niet slecht. Alleen, ik verschiet ervan dat ze 13e staan, maar het is meestal... Ik speel dan in mijn vrije tijd ook in carrière mode en dan staan die ook wel laag en dan moet je daar tegen en dan heb je het eigenlijk redelijk moeilijk. Dus ja. Ja, Remtjoek, klein dienst is echt heel goed. Ja, Remtjoek ook. Ja. En Bolat is eigenlijk ook een heel goede keeper. Dus... De vraag is, gaan we vandaag passeren? En gaan wij Remtjoek en klein dienst van een goal afhouden? Dat gaan we nu zien. Dus, let's go! En Garcelo González wordt al diep gestuurd. Met de voorzet en de corner. Oké, na 4 minuten krijgen wij toch wel hopelijk een kansje. Garcelo González staat eerst eens met 4 assists gelijk met nog iemand. Maar ik heb niet gezien wie. Hazard kan hem terug onderscheppen. Maar slechte pas. Moussona heeft de kans. Moussona, jawel. Het is 1-0. Slot
Ja, gaan we de 1-0 volhouden of gaan we nog de boten? Dat kan, hè. Want ik heb liever dat wij nu zelfs voor de rust nog liefst 3-0 staan dan 1-0. Maar ja, als we met 1-0 winnen is het ook goed. Maar dan gaat het toch wel veel druk opleveren. En zeker als Gent aan de goal is. Want ik denk niet dat het zo gaat blijven dat Gent niet aan de goal gaat komen. Want het is na 11 minuten al 1-0, hè, moet je weten. En hier is Jaremchuk zelfs. Hè. Gaat hem de voorzet kunnen geven? Waarom zeg ik nu Polij? Ik dacht dat ik Adriano was. Maar oké. Okay. Maar Polij, goed verdedigd. En hij krijgt zelf de bal mee. Hier is Gent dan toch nog voor de rust met een aanval. Kunnen ze de voorzet geven? Nee, we tackelen gewoon buiten. Oké, er is eigenlijk niet veel meer gebeurd na die kleine kans van Klein Dienst. Ja, we blijven nog altijd 1-0. Het zou heel mooi zijn. De andere wedstrijden moeten nog spelen. Dat is Oostende tegen Cercle Brugge. Centruiden tegen RSC Anderlecht. OA Leuven tegen Club Brugge. En Moes Kroen tegen Waasland Beveren. Ja. Ik ga niet wisselen. Ik hoop dat we de 1-0 kunnen vasthouden. En dat we nog de 3 punten kunnen hebben. Coné steekt Hazard diep. Hazard met de voorzet. Moussona, nee. Belat klopt hem weg. En ja, dat was een aanval. Na 50 minuten laten we toch wel eens zien dat we toch meer willen dan een 1-0. Coles met de goede onderschepping. Coné, nee. Nee, jawel, Amensha. Nee. Oh, dit was een kans dat moest afgewerkt worden. Na 68 minuten blijft het nog altijd 1-0. En ik denk dat ik mijn twee andere wissels er ook ga inbrengen. Dus Mbalo voor Coné en Nkoy mag erin komen voor Carcelo González. En we zullen eens zien wat er nog kan gebeuren. En Mensah met de goede bal naar Nkoy. Kunnen we na 82 minuten de 2-0 bord prikken. En Goy naar Peters. Peters naar Coles. Coles met een slechte bal. Dat was wel een hele goede paas. Er gebeurt niet veel meer in de match. Maar hier kan toch Gent komen, want Adriano zijn kaars is echt uit. Hij kan Fortuna niet meer volhouden, maar Fortuna zijn kaars is toch ook uit. En de voorzet, maar wordt geblokt en het is een corner. Het kan gevaarlijk zijn nu. 3 minuten voor het einde. Gent met de corner. En Goy kan nu wegkoppen. En schot. En jawel, daar is ze 1-1. Ja, dat is een oppe smoel. We gaan terugzien. En Goy kan nu wegkoppen. En dan staat hem daar alleen. En ja. Boffin, ja. Ik had Boffin niet mogen laten uitkomen, denk ik. Want ja, Boffin stond op die plaats, denk ik dan. Ja. En niemand staat ook aan de tweede paal. Ik snap dat niet, hè. Dan moet er toch twee aan de tweede paal staan. Allee, één aan de eerste paal en één aan de tweede paal, niet? Maar ja, Fortuna met de redder voor Gent. Die toch nog 1 punt kan opbrengen. En zo is het gedaan. Weer al 1-1. En dat is toch wel na Cercle Brugge de derde match. Nee, ja, eigenlijk ja, tegen Cercle hebben we eigenlijk nog met geluk gewonnen zonder Preveljak. Maar daarna zijn we toch aan het verliezen. Ik denk dat met Preveljak dat we toch meer goals hadden gemaakt. Er is ook niet veel gebeurd. Je ziet het ook gewoon, hè. Wat vond jij van de late gelijkmaker? We kunnen beter. Dat is voetbal. Ik verwacht meer van onze verdediger. Verdediging, amai, sorry. We kunnen beter. Ik ben echt teleurgesteld in die laatste goal dat viel. Echt waar. Dat kon beter. Een zwaar bevochten wedstrijd. Wat vond je ervan? Twee sterke defensies. We hadden moeten winnen. Ik begrijp de frustratie van het team. Ja, we hadden weer al moeten winnen. Ik ga het weer al zeggen. Het is hetzelfde als de vorige keer. Maar het is gewoon zo. Hoe tevreden ben jij over Peters? Hij verdient alle lof. Dit moeten we volhouden. Nu de andere spelers nog. En dan komt dat wel goed. Alleen Peters had zijn goaltje eigenlijk ook wel mooi maken. Maar ja. Laten we er niet over zagen. Het is zo. Het is 1-1.
ik weet niet dat we nog altijd eerst eens gaan blijven staan. Want we moesten de andere matchen spelen toch ook laat. Ja, oké. Okay, het is nu zo. Het is bekend. Wij speelden dus 1-1 tegen Gent. Oostende wint met 2-1 van Cercle Brugge. STVV speelt 1-1 gelijk tegen Anderlecht. OA Leuven verliest met 0-1 van Club Brugge. Moes Kroen wint met 2-1 van Beveren. Charleroi verliest met 0-1 van Kortrijk. Standaard speelt 1-1 tegen Beerschot. Mechelen gaat met 2-3 onderuit tegen Genk. En Antwerpen wint met 2-1 van Zulte Waregem. En wij sluiten de wedstrijd af op een tweede plaats gelijk met Genk. Met 21 punten, 2 punten achter Club Brugge die eerste staat. Moes Kroen is toch terug vierde geworden. Met gelijke punten met Antwerpen. En Anderlecht staat 1 punt achter Antwerpen. En Moes Kroen door stom puntenverlies tegen Sint-Truiden. Sint-Truiden kan de grote ploegen wel pijn doen. En dat kunnen wij. Wij kunnen dat eigenlijk ook. Want wij spelen ook wel gelijk tegen de grote ploegen. Maar toch, wij hadden het toch beter kunnen doen. En de volgende aflevering moeten we tegen Anderlecht in Anderlecht. Ontvangen we thuis Beveren. En moeten we naar Beerschot. Ja. Beerschot en Beveren zijn toch de enigste ploegen waar we toch meer dan een punt kunnen pakken. En ja, in Anderlecht moeten we gewoon gaan voor het puntje. Meer kan ik niet zeggen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Beloon het dan zeker met een like. Ik zou zeggen, join Acuria Gaming Club door op de abonneerknop te duwen. Het is gratis. En vergeet dan ook niet op dat belletje te duwen. Dat weet wanneer ik iets upload. En hopelijk zie ik je terug bij een andere video. Ciao!